Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl. Als je kijkt naar de echte kansen, zeg maar, de grote kansen, hebben zij iets meer gehad als wij. Wij dan wel op het laatste moment dat je denkt van nou, dan pik je toch nog de 3 punten binnen. Dus de grote kansen waren denk ik voor hun. Dus het is eigenlijk wel onvoorstelbaar dat het eigenlijk 0-0 is gebleven. Want je zei vooraf, we moeten zorgen voor gevaar voor de doelen. Heb je dat onvoldoende gezien? Bij ons denk ik te weinig. Kan het verklaren? Ja, goed, in de eindfase, wat vaak ook het moeilijkste is, ja, zijn we nog te slordig. En dat gaat om een nauwkeurigheid, een stukje afstemming daarin. En dat kost tijd. Dan moet je met z'n allen keihard aan werken en dan gaat dat ook beter worden. Alleen op dit moment zijn we nog niet zo ver daar. En dat is natuurlijk ook de plek waar je nou, nu je versterkt hebt, maar de versterkingen nog nodig hebt. Ja, die zijn nu net aanwezig, dus dan gaat dat beter worden. Ja, dan heb je een jonge Devin Haan die je erin zet natuurlijk, die je de kans geeft. Hoe is het nu met hem? Want hij, na 30 minuten gaat hij naar de kant. Het zag er niet goed uit. Nee, iets met de voet. Alleen wat er aan de hand is, dat weten we nu nog niet. Maar klopt het dat hij op krukken liep hier weg zojuist? Of? Ja, maar verder weet ik nog niks. Dat hij veel pijn heeft, dat is het enige wat ik eigenlijk ook nog weet. Dus ik durf niet te zeggen wat er aan de hand is nog. Nee, maar dat is natuurlijk wel iets waar je dan direct zorgen over maakt als hij uitvalt. Ja, je gaat dan waarschijnlijk Devin missen. Want als je niet goed kunt lopen, dan kun je wat verwachten. Wat heb je gezien vandaag waarvan je denkt, hier kunnen we mee verder? Het balbezit verhaal dan tot aan de 16 eigenlijk. Ik denk dat je dat best wel goed doet. En alleen dat moet je verder uitbreiden, zeg maar, tot veel meer kansen. Maar goed, dat kost tijd. En uiteindelijk proef ik ook een beetje dat iedereen blij is dat je inderdaad dan niet in de slotminuut tegenkrijgt, zoals vorig jaar eigenlijk tegen ADO. Ja, maar die had dan nu eigenlijk aan de andere kant moeten vallen, want ik denk dat wij de grootste kant op het laatst nog hadden. Maar ja, ik kan leven met een punt. Had ik meer willen hebben, absoluut. Het is een beetje een dooddoener, maar hoe groot is het gemis nu eigenlijk van de 2 vakken die leeg zijn vandaag? Ja, dat weet ik niet. Het kan je net helpen, hè? Het kan je net over een ding in helpen. Alleen of dat het verschil had gemaakt vandaag, ja, dat weet je gewoon niet. Wat heb je daarvan gevoeld? Want het was direct een stuk stiller, hè? Ja, maar ja, ik kan niet zeggen dat er geen sfeer was. Was het meer geweest met die vakken? Ja, dat verwachtingen wel. En nou goed, dan gaan ze dat de volgende keer doen. Dan gaan ze ons daar weer helpen. Toch even over je doelman uiteindelijk. Volgens mij heeft hij een aantal keer gered op de lijn, maar ook een aantal keer voor wat hachelijke situaties gezorgd als hij de bal inlevert. Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, nou goed, als een keeper zeg maar een inspelpaas niet goed heeft of een aanname niet goed, is dat natuurlijk direct een stuk gevaarlijker als bij een veldspeler. Maar ik denk dat hij ons wel in de wedstrijd houdt met de reddingen. Dus hoe zit je op de bank? Ik zat gewoon goed op de bank. Ja, maar ik vraag natuurlijk, en dat weet je ook omdat er een man in zijn nek hijgt. Ja, dat is ook goed. Dat houdt hem scherp. Nou ja, tot volgende week. Gaan we doen.